De snelste route om het Eustad te bereiken is via München. En dan ga je bij Koelstein de grens over. En dan vlak naar Innsbruck ga je linksaf het Eustad in. En na zo'n 50 kilometer bereik je Sölden. En de dichtstbijzijnse luchthaven is Innsbruck. Nou, Mariet. Nou, je bent. Dit is het hele gebied van Sölden hier. Ja. En we staan hier in de Gigijochtaal. Maar nemen we straks de gommeltjes omhoog naar het Gigijoch. Dan gaan we door naar de Hoornkopjoch. En van daaruit de Rettenbachgletscher. Oké, jongens, nou. En voor sinds 3,5 jaar weer. Heerlijk. Er is in Sölden een absolute sneeuwgarantie dankzij de hoge ligging van het skigebied dat tot 3250 meter gaat. Er zijn twee gletsjerskigebieden en er zijn overal sneeuwinstallaties op alle pistes lager dan 2200 meter. En wie gewoon helemaal niemand. Ongelooflijk is. Naar beneden vertelde ik je net dat de gletsjer, de Rettenbachfenne, die hierboven is, nou, daar kijk je recht op uit. Ja. Er zijn verder 34 zeer moderne liften. Er is een transportcapaciteit van 68.000 personen per uur. En dan kan je skiën op meer dan 150 kilometer piste. Maar ja, dit stadion achter hier, het gletsjerstadion, dat is dus in oktober. Bom, een bommetje vol. In oktober? Oktober al, opening van het seizoen. Is vanuit een heel ander perspectief? Volledig anders. Ja. Wat mij opvalt, ja? Sorry, is dat beneden zo druk was. Ik vind het hier redelijk rustig. Nou, dat is omdat het zo'n groot gebied is, hè? Sölden is de gebalde kracht van de winter. Gastheer van de wereldbekerwedstrijd en ook één van de bekendste ski- en snowboardcentra in Europa.